Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Dit keer een video die in het teken staat van het Eurovisie Songfestival, want deze week is het weer zover. Ik heb vorig jaar ook Sims gemaakt voor het Eurovisie Songfestival. Toen had ik Douwe Bob nagemaakt en ik had Laura nagemaakt en daarvan plaatjes gedeeld op het Town of Plumbobs forum. Als je ze wil, ze staan nog steeds online op de galerij, dus ga gerust je gang en download ze. En dit jaar heb ik het maar even alleen bij de Nederlandse inzending gelaten. Want alleen de Nederlandse inzending waren al 3 meiden. En als dan ook nog de Belgische erbij zou komen, zouden het 4 Sims zijn. En ik heb ook nog andere dingen te doen deze week. Dus bij deze dus de 3 meiden van Ogin met vandaag de oudste zus Lisa. Hoewel vanavond de eerste halve finale is en Nederland daar niet in meespeelt, vond ik het wel leuk om met elke Songfestivaldag een van de zussen als video online te zetten. Dus vandaag krijgen jullie Lisa, donderdag krijgen jullie Amy en zaterdag krijgen jullie Shelly. En dan maar hopen dat we zaterdag ook in die finale staan natuurlijk. Maar goed, we beginnen dus met Lisa, de oudste zus van Ogin. En dit keer is het toch wel anders om een sim te maken dan dat jullie van mij gewend zijn. Normaal, ja, dan heb ik een thema in mijn hoofd of een idee in mijn hoofd. En dan ga ik gewoon lekker... lekker los in kas. Ik klik allerlei dingetjes aan en ik zoek. Soms heb ik al een idee van, oh, dat wil ik. Of probeer ik wat dingen uit. Maar nu probeer je natuurlijk het uiterlijk nog redelijk kloppend te krijgen van de persoon zoals diegene in het echt eruit ziet. Dus ik zat met en een laptop op schoot en een tablet in mijn hand waarbij ik allerlei foto's op Google Images had van Lisa van Ogin. Ik hoop dat het een beetje goed gelukt is. Dat jullie denken, ja, ze lijkt. Ik vind het, mwah. Het zou op zich wel kunnen, maar als je tegen mij zou zeggen wie is deze sim, zou ik het niet meteen zeggen. Ik vond het wel moeilijk deze meiden na te maken. Hier ben ik nu bezig met de kleding. En in het begin, je zult me zo meteen ook een broekje en een shirtje uitzien kiezen. Ik zat een beetje te kijken bij Google Images naar wat ze allemaal aan hadden. Maar halverwege bedacht ik me opeens. Het is natuurlijk leuker, helemaal voor de thumbnail natuurlijk. Als ze er allemaal hetzelfde uitzien. Want ik wil wel dat ze alle 3 op de thumbnail staan. Ja, ik heb me toen laten inspireren op de kleurkeuze die ze aan hadden bij de beste zangers van Nederland. Dus dat ga je zo meteen zien. En ook heb ik ervoor gezorgd dat ze bij formeel allemaal dezelfde kleur aan hadden. En bij feestkleding, dus als je ze alle 3 in je spel wilt zetten, ze staan al online, dan kan dat gewoon. En als je dus met z'n 3 gaat spelen, dan zien ze er bij alledaagse matches zo mooi met elkaar. Met formeel matches zo mooi met elkaar en met feest. Zwemkleding volgens mij ook, hebben ze allemaal zwarte zwemkleding. Vanavond dus in ieder geval de eerste halve finale met daarin Blanche van België. Nu maar hopen dat zij door mag naar de grote finale. Ik ga in ieder geval kijken. Ik ben benieuwd of jullie ook gaan kijken. En laat vooral even weten, vinden jullie dat Lisa Vol van Ogin goed gelukt is? Daar ben ik wel benieuwd naar. In ieder geval bedankt voor het kijken en veel plezier bij de rest van de video.